We willen echt dat mensen niet van hot naar her gaan voor de hulp die ze nodig hebben. Want dat is echt verschrikkelijk frustrerend voor hen. Dus dat willen zeker we voorkomen. En dat betekent dat we het anders moeten gaan doen. De oplossing daarvoor is de buurthub. Een idee van Welzijn Lelystad en woningcorporatie Centrada. Het moet volgende maand van start gaan in Aalto Plaza. Het buurthuis staat midden in de Atolwijk, een wijk die onderdeel is van Lelystad Oost. Dat is een van de 16 kwetsbare gebieden in Nederland die vaker dan gemiddeld te maken heeft met problemen. Om inwoners van de wijk een betere toekomst te geven, worden er plannen gemaakt met de naam Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost, of kortweg IGLO. De buurthub wordt een plek waar buurtbewoners kunnen aankloppen met hun problemen, maar waar ze ook elkaar kunnen ontmoeten. Ja, we willen het leuk maken ook. Zorgen dat er een soort huiskamer, gevoel, sfeertje ontstaat. Ja. Ik hoor mensen denken, nou, dat wordt een beetje thee drinken, een beetje geitenwolle sokken. Nou, als mensen dat zoeken, dan gaat dat het worden. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat er gebeurt. We willen ons heel erg laten leiden door datgene wat de bewoner nodig heeft. Maar waarom is dat zo belangrijk? Waarom? Omdat je dan draagvlak hebt. Kijk, de bewoner zal de stap moeten zetten. We kunnen van alles organiseren en aanbieden. Maar uiteindelijk is het die bewoner die een stap moet zetten. En als dat gebeurt en hij voelt zich eigenaar voor zijn eigen probleem en hij ziet mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan, dan heeft het kans van slagen. De afgelopen week ging Gerard van Ommen op pad met verschillende hulpverleners die werken in Lelystad Oost. Zij moeten een bekend gezicht worden in de buurthub. Ja, ik denk dat het voor de langdurige slaag van het project belangrijk is dat dit echt de huiskamer van de buurt wordt. Dat bewoners elkaar hier kunnen ontmoeten. Dat daar verbindingen ontstaan, ook zeker met de professionals die deze locatie gebruiken. Ik zou heel blij zijn als alle betrokken partners in de wijk, zowel de professionals als de bewoners, samen optrekken voor nu, maar ook de lange termijn, om het ook goed te houden met elkaar. Alle betrokkenheid in de wijk dus gewoon laten samenwerken. En de buurtbewoners en jongeren ook moeten wel zich betrokken voelen bij het project, bij alles wat in de wijk gebeurt. Ik woon al 30 jaar in de Zuiderzeewijk en ik heb projecten zien komen en gaan. En voor mij is het belangrijk dat er continuïteit komt, dat vooral de samenwerking met de bewoners, zoals bijvoorbeeld kleinschalige projecten die we hebben nu in de Zuiderzeewijk van Stichting Mila, dat zulke projecten dan geprofessionaliseerd worden en dat het uitgebreid mag worden, zodat het de hele wijk dan verbetering in komt. Ik vind het belangrijk dat als de hele renovatie, want we praten nu over jaren, geheel achter de rug is, dat dan het contact vanuit gemeente en alle betrokken organisaties met die wijkbewoners blijft. Want je kan het niet loslaten van de klus is geklaard. Het gaat altijd door. Er zijn altijd mensen die extra aandacht nodig hebben. En je moet je vinger altijd aan de pols blijven houden. Inmiddels is er ook een nieuwe burgemeester in Lelystad. Zij wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor de verbeterplannen van Lelystad Oost. Ja, wat ik eigenlijk alleen maar hoor is dat we het samen moeten doen. En samen betekent natuurlijk met alle bewoners, alle professionals, die zijn ook genoemd, maar vooral ook de gemeente. En ik denk dat wij een belangrijke rol hebben als gemeente om het tot een goed succes te maken. En daar gaan we ons ook echt voor inzetten de komende jaren.